Hoi kijkers van De Geweldige Kaas. Welkom bij een nieuwe aflevering van Op Reis met Robin. Hier zijn we nog steeds op onze reis zonder bestemming. En dat, ja, het gaat goed tot nu toe. Dus ik ga eventjes mijn inventaris wat leger gooien. Omdat ik dit allemaal eigenlijk niet nodig heb. Maar dit wel. De slime en zo. Altijd handig. Wij gaan gewoon verder lopen. En wij hopen dat wij iets leuks tegenkomen op deze reis nog. Want dat lijkt me wel heel erg fijn. Koeien ook altijd leuk, maar... Oh, mijn keel. Ik moet nu echt een boer laten, maar het lukt niet. En ik ga... er gaat niet gebeuren dat ik opeens een boer doe in jullie oor of zo. Maar... Ah, het gevoel is weg. Dus, dan is het goed. Ik vermoord die koeien even. Want dat leren is altijd handig om te hebben. Want soms dan wil ik boerenkrasten maken. En dan... Dan hebben we weinig leren, of geen. Dus daarom nemen we de koeien mee. Deze dood op het zwaard. Die ook. En welke richting gingen we op? Die, hè? Want daar staat nog een koe. Aha. Misschien kunnen we een hond meenemen. Maar we hebben geen botten. Dat is wel jammer. Als ik nou botten had, dan zou ik een hond meenemen. Ik heb wel botten, maar dat zijn laarzen. En dat botten is Belgisch voor laarzen. Dus. Maar ik bedoel, botten van skeletten. En zo. Die honden opeten. Ja, honden eten misschien ook wel laarzen als je ze niet goed neerzet. Maar ik bedoel meer botten. Maar je snapt het. En dit zijn ook geen echte laarzen, dit zijn vallers. Dat zijn gewoon schoenen met een dikke wollen zool erin. Waardoor wij gewoon zo heel hoog kunnen springen. En dat wij gewoon geen pijn hebben. Of heel weinig. Kijk wat wij doen. Ah, een half hartje eraf. Dat is allemaal... Door de wollen onderkant in onze vallers. Oh, ik hoor een geluid. Wow, wow. Oké. Dat was echt raar. Volgens mij ging mijn gsm met een kabel. Kijk, mijn oplader laat heel erg traag op. Dus ik doe het met een kabeltje naar mijn computer. Dat gaat meestal trager. Maar bij mij gaat dat juist sneller. Maar soms dan gaat die eventjes een beetje losser. Kijk, dat zal nou weer gebeuren. Zo, nu. Of niet? Ja? Dit? En dan? Kijk, dat bedoel ik. En nou komt er iets met, oh, bestanden importeren. Waarschijnlijk komt er zo meteen ook nog een mapje. Maar dat weet ik niet zeker. Waarschijnlijk niet hoor, want dan zou die al geweest zijn. Ik vind het een mooie berg. Ik ga nog een keer een screenshot maken. Ik ben een soort van een toerist die op een reis is. En ik maak screenshots van dingen die ik mooi vind. Hier, dit vind ik ook mooi. Ik ben gewoon iemand met zo'n Japanner, met zo'n heel vervelend fototoestelletje die overal foto's van maakt. Dan zit je gewoon op een bank te eten in de stad. Komt er zo'n Japanner en die maakt een foto van je. Bij mij nog nooit gebeurd, hoor, maar ik kan het heel goed voor me zien. Ik kan het me goed voorstellen dat dat zou gebeuren. Ook gewoon bij mij, hè, want ik ben mooi. Dus ja, waarom zou die Japanner niet komen naar mij? Gaan we klei meenemen? Nee, hè, want we hebben in de buurt nog best veel klei van waar we wonen. Dus ik denk niet dat we het mee gaan nemen. Het is niet echt nodig. Toch? Nee, klopt. Bloemetjes! Yes, die neem ik mee. Altijd leuk. Of nee, ik laat ze staan. Jullie mogen hier leven, jongens. Of meisjes. Het zijn bloemetjes, dus ik zou eerder verwachten dat het meisjes zijn. Maar ja. Is voor de rest nog iets in de buurt? Iets interessants? Nee, hè? Het zou fijn zijn als... Of ja, fijn. Het zou leuk. Ja, wel fijn. Het zou fijn zijn als wij een village tegenkwamen. Maar zoals het er nu uitziet gaat dat niet gebeuren binnenkort. Dat is wel jammer. Maar de wereld zit vol verrassingen. Dus misschien als we opeens opdraaien dan staat er een village. Maar dat was niet zo. Ik ga richting daar. Want daar is meer plains. En villages zijn altijd in plains. Ja, of deserts. Maar dan zijn het desert villages. Volgens mij. Meer. Lava. Ik lijkte. Het zou best goed hebben gekund dat ik in de lava viel. Onze wortels zijn bijna op. Ik denk dat we binnenkort eventjes onze dingen neer moeten zetten. En dan moet ik eventjes dit gaan smelten. Dit 40 raw steak. Of 37. En dan hebben we weer genoeg eten voor een tijdje. Want wortels. Wortels. Lekkere wortels. Wortels die eten niet zo goed. Die vullen niet echt. Zo, alsjeblieft. Rozen struiken. Wortels die geven anderhalf etensdingetje.
Terwijl steak en zo, dat geeft er 4. Maar dat is wel algemeen bekend, denk ik. Niet bij iedereen. Iron. Kijk, je weet wanneer je rijk bent in Minecraft als je het iron gewoon laat zitten. Als je geen iron hebt, dan doe je er echt alles aan om het iron te krijgen wat je ziet. Want als je nog geen iron hebt, dan ben je meestal ook in de fase dat je veel iron nodig hebt ook. Tenzij je een heel groot treinspoor gaat maken, dan heb je evengoed heel veel iron nodig. Maar ja, ik heb daar ervaring mee. Ik heb wel eens een treinspoor aangelegd van 1000 blokjes. Dat was denk ik precies een jaar geleden, ja. Dat was naar een andere. Dat was op de Tulpcraft server. Oh. Herinneringen. Heel veel. Ik denk haast iedereen die dit kijkt, weet niet meer wat Tulpcraft is. Ik weet het zeker. Of gewoon heeft het nog nooit geweten. Want het is een jaar geleden. Wie er nu kijkt, was al meer dan een jaar geabonneerd. Volgens mij schijt die broek. Die, jawel. Ik vind het altijd zo'n domme YouTube naam. Maar mensen weten wel gelijk waar ik het over heb. Volgens mij. Ikzelf toch. Vliegende eilanden. Want hij kijkt wel super lang. En ook best vaak. Dus dat ben ik heel erg bedankt. Als ik nu bij je was, dan gaf ik je een applaus. Maar weet je, dat kan nu ook. Dat was mijn applaus. Wees er blij mee. Waar gaan we nou naartoe? Het is donker. Voep, in mijn bed. Die kunnen we ook snel opzetten. Hè? Beter maken ze een luchtbed en dat je daar ook moet opblazen. En dan moet je zo achter je computer zitten. Voor dat luchtbed op te blazen. Nee. Dat wordt niks. Dat gaan we niet doen. Jongens, slecht idee. Schrap het. Haal het uit het boekje. Oh, help! Gelukkig was er water. Wat zijn we melig. Ik ga niet daarin. Ik ga verder lopen. Beter gaan we naar Mineways om te kijken hoe ver we al zijn. Documenten. Bestandjes waarvan ik nooit weet waarom ze er zijn. Mineways staat hier zo. Nee, wel. Ja, hier. Bij de M. Ik kan Mineways nooit vinden. Dat is iets heel raars. Alsof er een spook is die het altijd ergens anders legt. Dit is Mineways. Prachtig programma. Dagelijks op reis maar Robin. Dat is hem. Kijk, en het vervelende is dat hij heel veel moet laden. Plup. Zo, ja hoor. Dit is de wereld. En dan moet hij allemaal laden. Het gaat nog best snel. Dat klopt. Maar als we eens gaan slepen dan... Oh, zo traag. We zijn vanaf deze... Vanaf dit... Wacht. Hoe ver zijn we al gereisd? Gerezen. Geroist. Geroisthoi. Ik ga eventjes slepen. Wacht hoor, ik doe zo. Even inzoomen ergens op. Jongens. Dit gaat veel te traag. Zo. Via hier. En dan zo eromheen. Ja. Hier zo verder kom je bij onze andere basis in de buurt. Hier zo is dat. Ja. Dit is onze andere basis. We zijn al zo ver gereisd. Zo, richting hier. Gingen we hier met de boot over. Gingen we hier zo door het bos heen, over de Extreme Hills. Eindigden we hier zo aan de kust. En dan keken we en wisten we dat we naar hier zo moesten. Toen gingen we naar hier. Toen vaarden we vanaf hier zo. Richting hier. Hier. En liepen we hier zo verder. Nou, over een groot sneeuwgebied. Heel groot sneeuwgebied. En nu moet ik even zoeken waar we nu zijn. Volgens mij gingen we deze kant op. Nee, ja, ik wees met mijn vinger. Heel slim. Wacht hoor. We kunnen ook jump to player doen. Volgens mij is het hier ergens. Nee, we zijn hier. Helemaal ergens anders. Of course, dat kan. Ja, dan zijn we hier. En dan gaan we nu richting daar. Nou, wat een reis. We kunnen ook een midst gebruiken. Een midst. Want Mineways is om op level en om blokjes te zien die je al hebt gebouwd. Dit is een midst. En dat werkt gewoon met de seed. Die kijkt niet naar wat je al hebt gebouwd of dingetjes en zo. Kijk, we doen even dit vol zetten. En dan file, new from file of folder. En dan dagelijks op reis mobiel. En dan level.dat moet je hebben. En dan crasht die. Dat hoort zo. Nee. Dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Wacht er. File, new from file of seed. Dagelijks op reis mobiel. En nu?
voor. Welke moeten we nou openen? Deze. Nee, het crasht. Ah. Moeten we hem updaten of zo? Jammer, anders konden we heel erg duidelijk zien hoe de wereld in elkaar zat. Maar ja. Ik ga de aflevering wel afsluiten. Ik weet niet welke kant we op gingen. We gaan daar naartoe. Of wacht hoor. Noordoost gingen we doen. Ja, daar. Hopelijk vond deze video leuk. Laat dan eventjes een like achter. Abonneer op de geweldige Kaas van Meer. En dan zeg ik tegen jullie. Net als altijd eigenlijk. Tot de volgende keer. Tot ziens. Tot morgen. En zo.